gebukt onder de ellende van de oorlog, maar geestelijk nog ongebroken, vergaderden een aantal geleerden en belangstellenden in de sterrenkunde op 15 april 1944 in de Sterrenwacht te Leiden. In deze wetenschappelijke vergadering gaf de toenmalige student H.C. van de Hulst een verhandeling over de straling van waterstofatomen in de ruimte tussen de sterren. Naar zijn berekening blijken deze allerkleinste deeltjes van het element waterstof in ons sterrenstelsel straling, dus energie, uit te zenden op een golflengte van 21 centimeter. Ieder waterstofatoom in ons sterrenstelsel kan dus een radiozendertje zijn. In dit schema ziet u een kern met daaromheen draaiend het elektron. De zwarte stipjes laten zien hoe beide bolletjes om hun as draaien. Ze zijn nu in de grondtoestand en draaien daarom tegen elkaar in. Straling van nabije sterren doet het waterstofatoom extra energie opnemen. Let op! Dit geeft het elektron dezelfde rondwenteling als de kern. Het waterstof heeft in deze nieuwe toestand een extra energie gekregen. Het wil deze energie na verloop van gemiddeld 11 miljoen jaar in één keer uitstralen om de normale toestand weer te bereiken. Let op! De rondwenteling van het elektron is nu weer tegengesteld aan die van de kern. Deze energie wordt uitgezonden in de vorm van radiostraling op een golflengte van 21 centimeter. Bijzonder interessant zijn als deze lijn, deze 21 centimeter radiostraling, waarneembaar zou zijn. Groot was de vreugde, ook in de harten van de Leidse sterrenkundigen, die nu hun plannen zouden kunnen verwezenlijken om de radiostraling uit de ruimte op te vangen. Aan de verwezenlijking werken mee het sterrenkundig laboratorium Kaptein te Groningen, de sterrenwacht te Utrecht, het KNMI te De Bilt, het natuurkundig laboratorium van Philips te Eindhoven, en het hoofdbestuur van de PTT te Den Haag. Ingenieur De Voogd van de PTT wees professor Oort van de Leidse Sterrenwacht op het bestaan van oude radarinstallaties langs de kust, door de Duitsers na de bevrijding daar achtergelaten. Zou u denken dat zo'n Duitse radarspiegel voor ons onderzoek bruikbaar is te maken? Zo'n radarantenne werd inderdaad door de PTT bruikbaar gemaakt voor het ontvangen van 21 centimeter radiostraling. Nabij het zendstation van Kootwijk Radio verrees een holle spiegel van aluminiumgaas, waarmee de zwakke stralen van de waterstofatomen verzameld kunnen worden in één punt, het brandpunt. In dit brandpunt is een kleine antenne opgesteld. De spiegel is horizontaal en verticaal beweegbaar en tot op een tiende graad nauwkeurig naar een object aan de hemel te richten. In een huisje onderaan de spiegel van gaas bevindt zich de ontvangapparatuur.
ingenieur Muller, de ontwerper van deze ontvanger, stemt met een van de knoppen de juiste golflengte af. Dit figuurtje op een klein televisiescherm wijst bij stilstand de gekozen golflengte aan. Een schrijvende microvoltmeter legt de uitkomst op een strook papier vast. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Links wordt de spiegel voorgesteld met in het brandpunt de antenne. Aan de spiegel is de ontvanger verbonden. Heel belangrijk is dat de afstemming tijdens het richten naar een zeer bepaald gedeelte van de hemel langzaam versteld wordt. De intensiteit van de radiostraling komt daarbij als een grafische voorstelling uit de ontvanger. De straling valt links op de spiegel en komt in de ontvanger. De golflengte in de ontvanger wordt met kleine stapjes versteld en linksonder wordt de intensiteit van de straling aangegeven. Door het veranderen van de golflengte in het kastje staan we in op waterstofwolken op steeds grotere afstand van ons vandaan. Drie hobbels ontstaan er achter elkaar in de kromme en op het eind wordt er geen straling meer ontvangen, ook al verandert de golflengte. De drie pijlen wijzen op het bestaan van drie grote gebieden met waterstofwolken in ons melkwegstelsel. Vanuit de zon en vlak daarbij de aarde van waar dit alles wordt gemeten, hebben we in de gestippelde richting waargenomen en we ontmoeten beide pijlen de drie waterstofgebieden. Deze waarneming is in zeer vele richtingen herhaald. Ten slotte is zo het geheel ontstaan dat u hier voor u ziet. Samenwerking van Australische en Nederlandse sterrenkundigen heeft tot een volledige tekening geleid. Als we deze figuur nog eens bekijken, dan valt er een spiraalstructuur in te ontdekken. Onze zon en aarde heeft in dit stelsel van sterren en waterstofwolken een plaats ver van het centrum, 27.000 lichtjaren er vandaan. De ontdekking van de spiraalstructuur beantwoordde een eeuwenoude vraag, maar wekte tegelijkertijd het verlangen om meer van het grootste bouwsel van sterren dat ons omringt te zien. Meer detail, fijnere structuur. Dit verlangen kwam ter sprake op een vergadering van de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg op de Sterrenwacht in Utrecht. Om meer details in de waterstofwolken te zien en verder wegliggende bronnen van radiostraling op te sporen, zou een nog grotere spiegel gebouwd moeten worden. De plaats voor die spiegel moet met veel zorg gekozen worden, ver van alle mogelijke obstakels als huizen en fabrieken, ver van alle elektrische storingen van zenders, treinen, auto's en vooral bromfietsen. De keuze viel op Dwingelo aan de rand van een groot natuurreservaat. Overtuigd van het grote wetenschappelijke belang van een nieuwe en grotere radiotelescoop, verlaten professor Oort en de heer Banier de vergadering. De heer Banier, de directeur van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, ziet hier een grote kans de plaats van Nederland in de wetenschappelijke wereld te verstevigen. ZWO stelt een som van bijna een miljoen gulden beschikbaar. De waarde van de wetenschappelijke resultaten zal hier ver bovenuit gaan. De telex ratelt, het bericht verspreidt zich over het gehele land en er is grote vreugde, onder andere op de Sterrenwacht te Leiden. Nederland krijgt een grote radiotelescoop. Werkspoor krijgt de opdracht voor de bouw van een radiokijker waarvan de spiegel een middellijn van 25 meter zal hebben. Het totale gewicht wordt 100 ton. Met bijzondere aandacht zullen de onderdelen vervaardigd moeten worden, want de grote kijker moet, ondanks winddruk, met een nauwkeurigheid van enkele boogminuten naar een hemelobject gericht kunnen blijven.
Het gaas waar de spiegel uiteindelijk van gevormd zal worden, wordt in driehoekige stukken geknipt. Het wordt schoongeboend voordat het in een tinbad gaat om de kruispunten te vertinnen en daardoor op elkaar te solderen. Elektrische storingen zullen daardoor worden vermeden. Het gaas wordt in vloeibaar tin gedompeld. Straks kan het dienst doen als een uitstekende spiegel voor de 21 centimeter radiostralen, want deze straling zal door het gaas praktisch volledig worden weerkaatst. Het oppervlak van de spiegel is 500 vierkante meter. Honderden van deze driehoekige ramen zullen samen de holle spiegel vormen. De spiegel kaatst de zwakke radiostraling van het waterstofgas uit de ruimte naar één verzamelpunt, het brandpunt, waar dus een aanzienlijke versterking van de straling optreedt. De kruispunten zijn nu door het tin aaneengelast en er rest nog het vlakwalsen van de gazen driehoeken. Het tandwiel voor de horizontale beweging van de kijker wordt gestoken. Het tandwiel is zo ver gereed dat het op een as kan worden geplaatst. En dan kan je ervoor draaien. Hij schoot ineens, hè? Dat probleem is, je moet van overtuigd zijn dat hij vast in die as zit. Hij is echt boven komen te draaien. Nou, ik zou beter even goed vastzetten en dan gewoon een stukje hout nemen. En dan gewoon een tikje tegen het tandje nog komen. Ja, hij praat hier weer weg. Nou, tikje tegen het tandje. Als je nou net 4 kilo aan bent, moet je met deze kant een hartje oplossen. Met zelf daar gelijk van. En dan moet hem verstaan. Trek ze maar gewoon, trek hem maar gewoon los van. Heel los van trekken. Dan tikken we gewoon een stukje hout tegen de tanden weg. Trek hem gewoon van. Dit is een stukje tegen de rondsels die in het grote horizontale tandwiel grijpen, worden zeer nauwkeurig nagemeten en geslepen. De twee tandwielkasten voor de verticale beweging zijn nagenoeg gereed. De vertragingsoverbrenging is te vergelijken met die van een groot horloge. We bevinden ons nu op de bouwplaats te Dwingelo, waar het betonnen fundament voor de telescoop wordt gestort. Het heeft een kegelvorm en draagt op de ter plaatse zeer harde zandplaat. Een beetje draaien, Nico! Stop, Nico! Een systeem van balken zal straks de grote spiegel dragen. De montage hiervan geschiet 's winters in de open lucht. Hé! Hey! Kom eens hier! Ik ga er bovenin, hè? Pas je naar zelf? Ja. Boven ja, dat is goed als je er boven ziet, als je komt dikker dan. Een der torendelen waarop straks de spiegel zal rusten, wordt geklonken. Ready?
Weer of geen weer, iedere dag wordt de belangstelling van de dorpsbewoners voor de bouw van de kijker vertegenwoordigd door opa. De trap voor het bereiken van het hooggelegen bordes wordt aangevoerd. En het draagsysteem van balken voor de spiegel nadert zijn voltooiing. De driehoekige gaasramen gaan nu samen de spiegel vormen die de radiostraling in één brandpunt zal concentreren. Daartoe worden ze met de zijden aan elkaar gelegd, waarbij de hoeken komen te rusten op zogenaamde paddenstoelen, dat zijn met schroefdraad instelbare steunpunten. Zwijg je, Nico! Nou, goed dat we van zit. De toren wordt nu met lange hijsmasten in elkaar gezet en komt daarbij te rusten op het draaibare voetstuk. Het met grote zorgvuldigheid gestoken tandrad wordt op zijn plaats gebracht in het centrale deel van het voetstuk. Dat Nico! Een wagen moet halen. En het verdelen. En als het er niet lukt, dan moet je Amsterdam nummer 5 om mij. Hey! Al die punten, dat ik even een beetje bij kan schuilen. Hij kan niet meer vast door het celletje, want het is ook die padbouder, weet je wel. Waarom? Dat steen. En niet de boel. We zien in zuidelijke richting uit over de heide. Een der grootste natuurreservaten van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Op de voorgrond wordt een der lagerstoelen zichtbaar, waarop straks een der assen van de spiegel zal komen te rusten. Dit is een van de vier wielen die gezamenlijk een gewicht van 50 ton op een cirkelvormige railbaan zullen gaan dragen. Het restant van het totaal 100 ton wegende bouwsel wordt in het midden gedragen. Die bouwsel mag niet meer vervolgen. Je moet hem bij mij laten lassen alles geld. Hij heeft die lassen alles geld, dus bij kereltje. Dat is een lastig. Oké, daar is mij dan wel. Nee. Kan u nog iets verder? Aan de hand van een tekening met tabellen worden de steunpunten van de gazen ramen ingesteld om de spiegel een paraboolvorm te geven. Daarbij mag geen afwijking groter dan een 1/20 van de golflengte, dus 1 centimeter, voorkomen. Een meetlat wordt daartoe onderaan het steunpunt gehangen en de gemeten waarde vergeleken met de berekende waarde. De gemeten afwijkingen bleken slechts enkele millimeters te zijn. Zo ja, nog iets? De spiegel is nu geheel met gaasramen bedekt en we gaan naar boven om de laatste hand te zien leggen aan de lagerstoelen op de toren die spoedig de lagerblokken van de spiegel zullen dragen. De dag is aangebroken dat de spiegel door middel van 2 hoge hijsmasten op de toren zal worden gebracht. Kabels worden nabij de assen bevestigd. Verder is een prachtig kabel. Ik heb het door gewoon eerst gekeken van de toren. Het is wel fantastisch. Het is die 500 feet. Heel langzaam komt de spiegel van zijn grondopstelling los. Stop!
Er moet zeer nauwkeurig worden gemanoeuvreerd. Uitvoerder Nijenhuis draagt een grote verantwoording. Gespannen kijken de astronomen toe. Steeds dichter komt de spiegel bij de toren. Ingenieur Hooghout had het toezicht op de gehele bouw van de radiokijker. Twaalf meter is de spiegel al van de grond. De lagere blokken komen steeds dichter bij de lagerstoelen. Het duurt nu niet lang meer of de lagers kunnen worden vastgezet. De moeren worden op de bouten gedraaid. Klaar! Professor van de Hulst lacht, professor Minnaert lacht. Ook de werkspoorvlag wordt gehesen. April 1956, de officiële ingebruikstelling. Zou u op deze knop willen drukken, majesteit? De radiotelescoop draait naar een deel van de hemel van waar radiostraling komt. En een schrijvende intensiteitsmeter toont de hoeveelheid straling en de snelheid van een waterstofwolk in ons sterrenstelsel. Ook minister Kals bekijkt het resultaat. Het meten wordt nu werkelijkheid. Overdag en 's nachts, bij regen of zonneschijn, kan de 21 centimeter radiostraling opgevangen worden. Ook hagel of sneeuw vormen geen beletsel. De 21 centimeter straling dringt overal doorheen. De kijker loopt nu naar een bepaalde stand en wordt daarbij gedirigeerd door een automatische piloot die de draaiing om onze aardas omzet in horizontale en verticale bewegingen. Ingenieur Muller, de ontwerper van de ontvangapparatuur, loopt langs de elektronische panelen waarin honderden radiobuizen de ontvangen golven mengen en versterken. Hier stelt hij de telescoop in voor een bepaalde meting. Klokken wijzen gewone tijd en sterrentijd aan. Men kan de stand van de kijker tot op een 100ste graad aflezen. Wat kan nu deze 25 meter radiokijker presteren in vergelijking met de veel kleinere Kootwijk-telescoop van 7,5 meter doorsnede? Hier is Kootwijk nog een keer terug. De ontvangapparatuur wordt ingesteld en we ontvangen radiostraling van een sterrenstelsel in de kosmische ruimte, namelijk van de Andromeda-nevel. Thank you.
De Kootwijk-telescoop ontvangt straling uit een wijde bundel, 2,3 graden. Bijna de gehele Andromeda-nevel past daarin. Er is dus geen kans op het waarnemen van details in de nevel, en ook de in totaal ontvangen straling is te zwak, zoals de schrijvende voltmeter laat zien. Heel anders wordt deze meting met de Dwingelo-telescoop. De bundeldiameter is veel kleiner, namelijk 0,6 graden. En daardoor kan de grote kijker fijnere details waarnemen. De gemeten intensiteit is ook belangrijk vergroot. Dit zijn de twee grote voordelen van de nieuwe radiokijker, die de astronomen tientallen jaren werk zal geven om radiobronnen aan de hemel op te sporen en te bestuderen. In deze figuur hoopt men nog meer detail te verkrijgen, zodat misschien in de toekomst blijken zal dat ons sterrenstelsel vanuit de kosmische ruimte gezien deze vorm heeft.